waar zijn we nou? We waren er nog niet. Ik was aan het kijken. Ik denk, waar zijn we nou de hele tijd? We waren er nog niet. Hello people, welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag tijd voor een nieuwe livestream. We gaan simracen. Ja, we hadden ineens een zwart beeld. We gaan vandaag weer even simracen. Het is natuurlijk de zaterdag. Heel gek dat het een week voor de Formule 1 race is. Omdat de eerste twee Formule 1 races natuurlijk op de zaterdag worden gereden. Maar de grootste motorsportklasse Formule 1 begint bijna weer. Dat is ook heel erg leuk. En ik merk ook dat mijn microfoon weer niet goed staat. Ik word er gek van. Ik ga eerst even luisteren hoor. Ja, je denkt misschien wat is een beetje microfoon aan de hand. Nou, helemaal niks. Maar hij klinkt wel heel goed. Standaard. Maar zo hoort hij niet te klinken. Dit is wat ik ervan maak. Dat is wat ik ervan maak. Je moet je microfoon een klapper geven. Nou, ik heb geen idee waarom die elke keer de effecten nu uitzet. Dan moet ik toch nog maar eventjes een berichtje. Ik ga dat meteen even doen. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb dus wat effecten, equalizer, alles hierop. En for some reason slaat hij het toch niet op. For some reason slaat hij het toch niet op. Het werkte toen ik hem restartte. Ik heb het meteen eventjes neergezet dat het nog steeds niet werkt. Want ja, sorry hoor, maar dat zijn dan van die problemen waar je elke dag tegenaan komt. En ik heb meteen maar heel snel even een verhaaltje getypt. Want de effecten die lopen er steeds af. En dan moet je elke keer dubbel checken. En ik moet al zoveel elementen dubbel checken van mijn livestreamproductie. Daar zal ik ooit een video van maken. Dat is gewoon een beetje annoying. Ik ga op aanraden van Robin een donatiegoal doen voor deze laatste week. Die donogoal die komt gewoon op oploppen wanneer we onze levensbehoud dono goal hebben gehaald. Op aanraden van Robin. Ik ben natuurlijk ook bezig met content creation soms. En ik merk dat ik één ding mis in content creation. En dat is een goede tweede lens. Eentje die niet zo wide is op deze camera. Dat ik deze camera gewoon multifunctioneel gebruik. Ik ga echt geen tweede camera kopen. Daar hebben we allemaal geen geld voor, joh. Gaan wij een dono goal doen voor camera lens. Ja, want dat is basically het enige waar we dan voor sparen. Dat is te duur, joh. Ja, twee camera's is sowieso te duur. Dus ik schroef altijd deze er wel af. Want dit is een prima cameraatje. Alleen dit is een super wide lens. Like echt wide. 16 mm of zo. En ja, voor wat goede b-roll shots van bijvoorbeeld de nieuwe capture card die ik op dit moment aan het reviewen ben. Dat veel te wide natuurlijk. Daar kan je geen goede close-ups mee maken. Je kan wel natuurlijk de camera heel dichtbij, maar de type close-up is een beetje gek dan. Dus laten we daar een dono-goal even neerzetten, want ik word ook helemaal gek van die bereik deze maand. Die dono-goal die ga ik proberen te herinneren hoeveel we hebben opgehaald in die week. En dan kan ik die altijd weer voortzet voor mogelijk toekomstige
product videografie en überhaupt meer video's. Want dan kan ik alleen maar meer video's maken en zo ook voor YouTube. En wie weet zelfs nog een beetje fotografie. Mr. Tuning, die wil ook meedoen, zo te zien. Download is bijna 60%. Nou, dan kan je nog net de laatste race meedoen aan het einde, denk ik. Oh, God. Ja, sorry als ik een beetje energieloos klink. Dat ben ik ook. Zo, camera lens. Boom. Nieuwe dono goal. We did it. Heb even een bak noedels. Hey, lieverd. Jij bent ook mooi. Ben je nog steeds blij met de capture card? Nou ja, tot nu toe geen problemen ondervonden. Wat betreft audio, video. Nog geen problemen ondervonden daarmee. En volgens mij de kijkers ook niet. Dus ik denk, het is nog gelimiteerde testing. We hebben nog maar 2 livestreams getest ermee. Bijna helemaal gedownload, zei Timo op WhatsApp. En dan zeg je nu 60%. Dat is toch niet bijna helemaal, jongen. Wat ik wou zeggen was... dat, ja, dit is de derde keer. Dus we zullen zien. Geen regen dit keer, hè? Dat weten we niet, hè? Dat zullen we zien. Broeder Natuur zegt... Yo, Spooky, rip Germain. Rip Germain, Broeder Natuur. Is het een anniversary dag of zo? Of zeg je dat gewoon random omdat je mij daarvan herkent? Word ik herkend van de dood van Germain? Oké. Okay. We gaan even een paar lobby's doen. Even lekker racen op de baan. Even de spieren losmaken. Iedereen is welkom om mee te doen natuurlijk. En ik zie dat Timo ook in de voice chat is. Zullen we eens kijken hoe die klinkt? Of dat er te veel rumoerigheid is? Dan gaan we er meteen weer uit hoor, Denne. Als het heel veel achtergrondgeluid is ook. Je hebt net getest, gelukkig doet hij het. Dus geen problemen. Goed zo. De komende 4 maanden worden echt cool trouwens in automobilisten. Ik denk einde zomer of rond de zomer dat je vette shit hebt in automobilisten. Heb meer informatie verkregen welke richting ze opgaan. Ja. Hallo? Goeiedag. Waarom hoorde ik mezelf? Geen idee. Ik druk hierop. En ik hoor keihard mezelf. Ik heb geen idee, dat kan. Wat de heck? Terug, zei die. Nou, niet echt. Maar ik hoorde mezelf niet terug. Wat betreft alsof ik zeg maar een beetje een echo hoor, weet je wel? Ja. Ik hoorde mezelf echt terug. Gewoon super duidelijk. In de zin van alsof je... Zoals je het geluid hoort als je naar de stream kijkt. Alsof dat je microfoon was, zeg maar. Ja, nee, ik heb hem heel net gemute. Ik had hier al stream even aanstaan. Dus dat is hem misschien. Maar dan stuurt hij gewoon het geluid waar jij naar luistert door over je microfoon. Wow. Ja, maar dat heb ik wel vaker als Kim op deze headset een stream zit te kijken. Dan hoor ik welke stream ze aan het kijken is. Ja, je hoort dat niet... achtergrondgeluid, maar je hoort dat echt gewoon... De geluid zit in ieder geval hier in de headset of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, daar is, nou ja, wat een gekke manier van geluid doorsturen. Nou. Ja, nee, ja, ik hoor het niet meer, maar ik hoorde... Je stuurt gewoon al je computergeluid door. Ja. Nou, gezellig. Ja, dat dingetje van deze headset, maar prima. Vooruit doet hij het goed. Dat betekent wel, zoals Robin zegt, dat geen gekke filmpjes terwijl je aan het voice chatten bent. Dat wordt meteen doorgestuurd. Het is een anti-privacy wetgeving variant. Maar geen rare filmpjes kijken, want anders heeft Sander door nou. Ja. Als je stiekem even mute om stiekem even wat andere filmpjes te kijken, ja, dan al het geluid komt binnen. Ja, dat kan niet natuurlijk. Wat is dit? Botox? Botox?
Watch Dogs. Sorry, verslikte mij. Watch Dogs. Oh. Nou ja, Timo, ik hoop dat je de laatste race mee kunt doen, man. Ja, joh, we hebben iets positiefs in de laatste race, hè? Oh, de ene laatste race. Ja. Dan hoop ik de ene laatste race. Oh, Nintendo 64, want die zit op 64. Oh. Ga je dit spelen op een Nintendo 64? Oh, wacht, ik moet de chat nog even toevoegen. Kan net wel, ik heb wel de 64, maar... Ja. Mhm. Oeh, koffie. Geen idee wat iemand allemaal zegt, maar je bent te horen. Ja, ben ik. Oké. Allemaal gekke dingen. Hangen de lampjes. Ja, Kim die had koffie gemaakt. Ze zegt, zonder gein, dit smaakt naar Starbucks. Ik zeg, ja. Dus toen gaf ze mij dat. Toen zei ik, oeh, lekker koffie. Oh. De lampen hangen nog op dit moment. De rest niet. Wanneer setup tour? Moet je setup qua simracing nog stelen? Heb geen zin om een hele... Toch heb ik een aparte stoel ervoor. Maar wel eentje die je kan draaien. Dat is het enige nadeel. Als deze draaifunctie, als we die er stiekem uit konden slopen, dan was hij perfect. Maar ja, dat zou een paar handige Harry's nog doen. Maar dat hebben we dat nooit gedaan. Haha, handige Harry. Dus heb mij te veel laten lijden daardoor. Fuck, probleem. Even iets langer met opzetten, omdat er een nieuwe capture card tussen zit. Dus excuses voor het. Waarom ben ik nou zo blij dat ik kan eten? En met mijn noedels. Dat zal ik even onderbouwen. Ik ben 2 dagen geleden naar de tandarts geweest en toen hebben ze me weer 2 kiezen eruit getrokken. Nou ja, dan mag je niet meer kiezen. Nee, ik heb ook niet zoveel te kiezen nou. Maar verstandskiezen was ik ook bij, dus ja, dit wordt er niet beter op. Geen stemrecht meer. Nee, ik mag niet meer kiezen. Ik mag niet meer stemmen. Recht meer. Ja, dat zei Sander dus. Je bent niet meer kiesgerechtigd. Ja. Nee, die mic mute kwam omdat ik de microfoon de desktop layout nog moest aanpassen op deze nieuwe capture card chip. Oh, iemand die maakt een clipje. Waarvoor een clip? Een videoclip? Nou, gewoon een clipje van dan de laatste 30 seconden. Dan vonden ze je heel grappig. Ik denk dat jij heel grappig werd bevonden. Mm-hmm. Vandaag, wat gaan we doen? Hier. Mm. Yep. Ja, nee, ze hadden het drinken bij mij in handbrek gelegd. Ja, oké. Okay. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek de hele tijd. Ja. Maar net zoals jou vergeet ik was af en toe te drinken. Oei. Omdat je dan zo gefocust bent en dan vergeet je dat. Ja, sorry. Ik denk dat we beginnen met GT Classics. Ja. Want Timo die moet nog een tijdje wachten, dus dan doen we de echte auto's doen we ervoor. En dan gaan wij naar Kansai Classic. Maar,
Wat gebeurt er allemaal bij Timo? Timo is zoveel aan het praten. Dat, oh, maar... Ik heb gewoon graag dat ik even mededeel dat ik me aangemeld heb voor een ADHD-test. Oh, jezus. Ja, dat, ik zei dat boeien, maar goed. Mm-hmm. De starttijd is om 8 uur. De kwalificatie is om 12 uur. De race is om 4 uur. Alleen nu ben ik nog op zoek naar een datum. Heeft iemand een leuke datum? Ik heb geen datum. Damn. Leef jij in the void? Deze date die we hier kiezen, dat wordt dan ook uiteindelijk waar het weer op gebaseerd wordt. Dus ja, wil je geen regen zoals Sheep? Sheep die wil nooit regen. Dan raad ik je aan om een goede datum te kiezen. Maar Sheep die wil 2 februari. 2 februari in Japan in 2002. Phew. Dat is niet mijn schuld dan, Sheep, als het regent. En de naam is Poogie16. Iedereen kan joinen. Mocht je kunnen joinen. Voor de rest is het altijd gezellig om even lekker te hotlappen. Regen is echt lastig geworden. Ja, regen is nu echt wat gevaarlijker geworden. En dat gaat alleen nog maar meer gedeveloped worden. In de danger. In de danger zone. Dus dat is alleen maar goed, toch? Dat meerdere auto's wegvallen in de regen. Ik ga Lewis Hamilton nummer 44 kiezen. Wat mij betreft is dat een goed iets, hoor. Dat we sneller de banden kwijtraken in de regen. Maar goed. Deze shit die gaat nog flink veranderen. Deze game. Dat is één ding dat duidelijk is. Dat heb ik vernomen. Dat de game nog veel veranderingen met zich mee gaat brengen in heel veel verschillende hoeken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd wat we allemaal nog gaan krijgen in het komende jaar. Dan moet AI ook meer crashen, dan wordt het leuk in de regen. Oh ja, die AI die is al een stuk beter, hoor. Maar die wordt alleen maar beter en beter en beter en beter. Alright, let's go. I'm ready to join. Och, jezus. Ik kan weer niet switchen van scène om de simple fact dat weer uitgezet is. Ongelooflijk. Jongens, Sander maakt er nog geen scène van. What the fuck is happening? Ja. Leuke woordgrap. Ik vond hem inderdaad leuk. Dank je, schat.
Als het regent, ga ik de hele race in de hoogste versnelling. Nee? Ja? Wat een auto dit. Het is bijna mijn droomauto, maar dan de 911 Turbo uit de jaren 80. Die is al helemaal vet. Bom, 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 bom. What the fuck? De remmen zijn 2 graden? Is dat echt? 2 graden, ja, dat is echt. Maar ze worden wel snel genoeg warm. Het is wel een mooie dag tot nu toe in februari. Maar ja, Japan die heeft ook zomers anders volgens mij. Ja, precies. Wat Sheep zegt, ziet er lekker zonnig uit. Nah. Wow. Auto voelt goed. Roep het niet te hard, straks dikke storm. Ik denk niet dat Robin dat bedoelde, Timo, maar dat is ook oké. Gaat lekker, ik zit op 77%. Netjes. Niet te letterlijk bedoeld, hè, van je Rockboy. Wat rijdt dit cool. Holy shit, dit rijdt echt ongelooflijk. Ach ja. In de middag zal Storm Robin wel langskomen. In Japan in 2002. Ah! Dan ben je de Sjaak. Hoezo? Oh shit! De classic variant, dan moet je de Hero. Dat wist ik niet eens dat daar een verschil is. Maar dat is wel vet. Ja, ik ben ook voor het ronde stuur gegaan. Beetje klassieker auto's. Dan ben je niet de Sjaak, dan ben je de Robin. Robin Sjaak van Hees. Oh, daarom ben je de Sjaak. Dat is je middelname. Die gekken van Hees ook allemaal. Achterremmen blijven koud. Je remt echt met je voorste remmen. Achterremmen zijn maar 85 graden, helemaal blauw. Ja, de voorkant komt vooral temperatuur in. %80. Oké. Ik voel me eigenlijk net alsof ik zo'n gast ben die in de pit staat van dat je al zit te watchen van oh, je moet deze bocht nemen en je hebt een box op die in die tijdstip. Ja.
Je bent een race engineer. Yep. Wie gaat Formule 1 winnen dit jaar? Max Verstappen, de. Oh! Maar wie gaat de tweede worden? Dat is de vraag. Wie gaat de tweede worden? Van het Mendel wel. Niet Sergio Perez. Ja, die is het dan meestal wel, omdat dan Kleffer, Vinking en Sterling blijven rijden, maar moet hij niet steeds die foutje maken. Nou ja, eerder dan welke auto pakt dan de tweede, als je Red Bull 1 zegt? Ja, nou, dat zeg je. Ik heb eigenlijk een beetje die dingen dat inderdaad de tweede plek een strijd wordt tussen Lando en Perez dan. Nee, ik heb het over auto. Ja, de Red Bull auto is beter. En dan heb je ook de tweede Red Bull auto's nou. Die zou ook alles wel een beetje overkopieën. Ja, maar welke auto wordt er tweede? Red Bull 1. McLaren 2. McLaren, oh. Geen Ferrari? Nee, Ferrari 3. Maar een Mercedes, denk ik. En waar is Mercedes dan? Zeg ik 4. Oh, damn. Ferrari 3 en een Mercedes 4. Of die auto moet werkelijk beter zijn dan ze zeggen. Zoals ze zeggen, je moet het eerst maar eens zien. En Aston Martin? Ja, ergens achteraan. Helemaal achteraan? Ja, achteraan niet, joh. Damn, dus... Haas zijn altijd haasje, die rijden altijd achteraan. Dus hun zijn gewoon één seizoen eventjes voor de tweede plaats elke keer aan het rijden? Ze reden toch midfield een beetje, Aston Martin in de laatste races? Laatste races? Een beetje subtop. Voor de laatste races waren ze de best of the rest. Samen met Ferrari. Ja, nou, het zal mij benieuwen of Ferrari weer in zijn gevoet schiet. Maar ik vind dat ze nog wel eens doen. En de RB dan? Ja, dat betwijfel ik. Daar ben ik al een beetje nieuwsgierig naar eigenlijk. Aangezien ze dus dingen nou gekopieerd hebben van een normale Red Bull. Dus ja, wat willen ze eigenlijk nou? Het is nou niet het junior instapteam of zo. Nee. Is dat niet een beetje een identiteitscrisis of zo, zit ik dan zo bij na te denken. Willen jullie nou gewoon letterlijk nummer 2 auto worden? Want het junior team willen jullie niet meer zijn, blijkbaar. Nee, ze zijn gewoon hun eigen team. Ja. Maar ja, eerst dan kwam je daar binnen. Of tenminste, dat heeft Max gedaan. En dan, ik denk dat die Daniel Ricciardo dat ook weer een beetje probeert te doen. Als... meneer Perez niet wil blijven presteren. Ja, die wil naast Max wel. Yep. Dat is ook het enige die een beetje Max kan tippen, heb ik het idee. No hard feelings naar die andere. Dat doet het ook niet, hè? En wie, welke andere? Dat ik eigenlijk Daniel Ricciardo beter vind matchen met Max als Perez en Max. Oh, Perez was die andere. Ja. Ik dacht misschien Yuki of zo. Omdat die dan de andere is die ook kan promoveren natuurlijk. Yuki ook. Yuki dat ook beter. Op zich ook niet slecht of zeg. Maar je bent gewoon geen fan van Perez. Nou, ik wil niet zeggen niet fan, maar... Ja, Mexicaanse goed. Eten was niet goed vorige keer. Nee, dat is het gewoon niet. Ik bedoel, hij is tweede coureur, ja, prima. Maar buiten zijn die fans... Ik bedoel, hij moet wel even vergelijken met volgend jaar wat constant te blijven met zijn punten pakken en niet uitvallen. Ja. Maar ja, dat kan Max Verstappen ook gebeuren, dat hij vaker precies uitvalt. En ik beslis er ook niet over, want ik ben geen Helmut Marko, dus... Niet?
Nee. Nou, Helmoet Marco is wel heel droog. Dan heb ik dat misschien met z'n mee, maar... Maar jij hebt geen glazen oog. Nee. Nog geen glazen bol. Ja, ik vind nog wel meevallen hoeveel die drift cheap. Deze auto. Ah, je rijdt wel lekker. Ik merk inderdaad wel bij alle games dat Porsches over het algemeen wel... Ze zijn niet de snelste. Maar gewoon de middenweg. Van de snelheid en de handling, dat is gewoon goed. Ja. Je hebt het complete pakket wat goed is. Oh, never mind. Hij heeft een Corvette. Ja, die Corvette die drift wel wat meer. Zo, die dikke drift cutscene ineens. Dat bedoel je dus. Mijn god. Ja, dan is het wel een driftautootje. Ik zal even al tabben, want er is iets verschrikkelijk misgegaan allemaal weer. En ik zie dat jullie een taakbalk hebben. Warm pizza broodjes zei hallo. Taken. Wat zei je? Hebben we nou ook al taken met die taakbalk? Ja, altijd taken. Ja, je hebt heel veel power uit die Corvette. Daar gooien ze gewoon de dikste... Ja, de dikste motor in. Ja, Amerikanen be like, hey, we hebben een probleem, we hebben geen grip. Een grotere motor. Ja, gewoon zoveel mogelijk power. Ja. Nou, kwalificatie. Wat zou jij nog willen zien in automobilisten, Timo? Een functie of zo? Geen idee werkelijk. Ze doen echt gewoon alles fucking goed. Als ik denk van, oh, dit gaan ze doen, dan kom jij weer met de een of andere roadmap naar mij toe van, hé, dit zijn ze aan het fixen, dat zijn ze aan het fixen. Denk ik weet eigenlijk al niks meer wat je kan fixen en nog weten ze te verbeteren. Ja, hun doel is om alles qua motorsport aan te tikken in ieder geval. Ja, dat doen ze goed, ja. Je hebt nu ook van die LED-bordjes, hè, die dan zo blauw gaan knipperen en zo. En geel gaan knipperen. Nice. En safety car bordjes en zo. Uiteindelijk willen ze dat je een carrière-modus kan starten met singleplayer. Oh, dat zou geweldig zijn. Met alle, door een carrière maken door gewoon allemaal verschillende race-categorieën en zo. Dat zou ik geweldig vinden. En dat je dan ook alle regels hebt van zo'n raceklasse, zeg maar. En natuurlijk Le Mans is nu in de game. Yep. En uiteindelijk wil ze daar nog wat functionaliteit toevoegen. Van driver swapping en zo, dat je een echte 24 uur race kan doen. Ja, dat zou chill zijn, joh. En de menu's gaan ook onder de schop nog. Dus als je de menu's niet zo mooi vindt, dat wordt, als het goed is, hebben ze ooit gezegd, ook verbeterd. Nou, dat is in andere games best slechter, hoor. Ja, klopt. Sommige games, dan denk je, waar hangt al die informatie uit? Kan het gewoon... een klein knopje. Weet je welke game ik echt verwarde in vind worden? Wat ik vroeger beter vond, wat dat ook niet geweldig was. Effect 2, als we het toch over sim hebben. Ik heb een Masters even hier opgesteld. Ik heb een damn, wat is deze game veranderd? Ja, die hebben hele nieuwe menusystemen en zo. Ja. Om het wat moderner te houden. Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik ben net het oude gewend en dan zit ik hier weer te zoeken en wel als het. Ja, snap ik wel. Die hebben net een Le Mans game uitgebracht. Oh, die is van hen? Ja, Le Mans Ultimate. Dat is gewoon dat is basically R-Factor 2 in een jasje, zeg maar. Oh, net zoals Zetto Costa met
maken met die Sony. Nou, die is wel echt nieuw. Zonder ouwe, die is... die vind ik eigenlijk wel met Automobilista qua realisme komen vergeleken met Assetto Corsa. Zeker. Competition is een stuk realistischer dan Assetto Corsa. Ook betere physics model en zo. Betere graphics natuurlijk. Wel knap, want het is op een real engine. En dat is nou niet echt een Serieus? Ja. En dat is dus niet echt een gespecialiseerde simracing engine. Dus dat is wel cool dat een real engine het powert. Dus ik ben wel benieuwd naar Assetto Corsa 2. Of ze een beetje dat realisme erin kunnen houden. Maar ja, Assetto Corsa 2 helaas voor hun. Ook al ben ik het daar niet mee eens. Als ze één ding verkeerd doen, dan falen ze al. En dat is de moddability. Als ze een fantastische simracing game maken van Assetto Corsa 2, maar het wordt een stuk moeilijker om mods te maken, instantly haken zoveel mensen af, want daar teert Assetto Corsa op. Ja. Dat iedereen mods maakt en dat iedereen autootjes maakt en hoe slecht of hoe goed sommige ook zijn. Het is heel goed en in de laatste jaren zie ik No Hashi. Dat is een weven in die verkeer. Ja. Klopt, dat heb je ook allemaal van die mappen. En iedereen maakt van alles in die game natuurlijk. Hoe goed of hoe slecht het ook is. Want het is natuurlijk vaak helemaal niet super kwaliteit. Ook al kan je wel denken, oh, speelt wel lekker en zo. Tuurlijk, en er zitten ook hele goede kwaliteit mods tussen. Alleen niet premium. Maar als de set Corsa 2 dan uitkomt. En dat heeft dus... door mogelijk een real engine of wat dan ook niet de optie om makkelijk dingen toe te voegen. Nou ja, dan haakt er al wat Assetto Corsa nog steeds populair maakt. Ja, dan haakt iedereen af. Terwijl die game dan fucking epic kan zijn. En dat is jammer. Dan falen ze. Wat je opvalt qua Assetto Corsa was de high quality, de premium zoals je eigenlijk zegt, daar betaal je dan meestal voor. Maar ja, dat zijn ook echt gewoon mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Ja. Die hebben Formule Mods bijvoorbeeld. Ja, toevallig maakten ze Automobilista 2 gebruik van die modders soms. Oké. Ja, gewoon van, hey, deze modder die kan dat heel goed. Wil je komen werken aan dit project? En dan krijg je ineens modders een baantje om echt premium content toe te voegen die echt natively in de game zit. Nou, kijk, dat vind ik wel chill, eigenlijk. Dat is zo cool. Zo van, oh, je zit in de community, je weet het een beetje, we kunnen hier wel gebruiken, kom hier werken. Ja, holy shit, jij hebt wel verstand van deze auto. Want je hebt miljoen research gedaan voor een mod. Nou, wil je een keer een officieel product komen? Als ik een modder was en ik kreeg zo'n avond de dag, zat ik eerst te checken of het mail wel recht goed is. En dan met een paar keer zelf knijpen van, oh, trom je niet. Ja, precies. Laten we zeggen, jij doet heel veel research over je Peugeot 206 bijvoorbeeld. Ja. En jij denkt, oh, die wil ik in elke game zo goed mogelijk nadoen en zo. En je weet alle ins en outs. En je neemt je eigen geluid op zelfs van de auto en dergelijke. En dat weet je perfect na te bootsen in... videogame vorm. En dan ineens komt de officiële Gran Turismo. Ja, we moeten een standaard Peugeot 207 moeten we toevoegen. Wil je daaraan werken met je expertise? En dan mag je alles wat je hebt geresearched en wat je eraan hebt gedaan, mag je allemaal gebruiken voor het officiële product. Mm-hmm. Nou ja, dan kijk je wel even twee keer naar die e-mail. Ja. Opeens drukt op de baan. Negen en negen keer bijna. Nou, net te laat voor de race. Nou, prima. Het is tenminste niet de laatste race. Dat is waar.
Ik bedoel, jij bent natuurlijk met internet gewend van bij mijn ouders uit. Ja. Dan was dat wel zo. Ja, ook al ging het nog steeds niet hypersnel bij jou. Nee, ja, goed. Sneller dan dat ik heb bij mijn ouders. Maar misschien dat een SSD of een harde schijf nog dat limiteert. Hè? Ja. Het zijn allemaal mogelijkheden. Ik heb laatst trouwens de Epic Launcher ook weer opgestart. Toen zag ik dat die Takaki hem gratis was. Dus dankjewel. Ik hoorde dat je download klaar is volgens mij. Ja. Oh, je hoort dat natuurlijk ook. Waarom hoor ik dat geluid? Jezus Christus. Maar ook echt alsof je je desktop weer werd doorgestuurd. Wat deed hij dat? Waarom bestaat die functionaliteit? Ik dacht dat ik het zelf was. Je team moest het downloaden, was klaar. Hij streamt zijn geluid gewoon door. Verdikke me, ik had zoveel sneller nog kunnen gaan. Even iets eruit. Maar ik ben niks aan het downloaden. Hij moet zijn input en output goed zetten. Ja, maar als zijn input zijn microfoon is, ja, of er moet standaard veel gekke geluiden van de desktop doorgestreamd worden als hun aan het chatten zijn. Sorry, er komt even wat tussendoor. Ik ben even weg. Oh, weer. Helaas. Ik had hem nog wel een halve seconde tot 16e sneller kunnen doen. Dat ging niet zo goed. Nog steeds droog, maar wel 6 graden maar. Maar dat is misschien wel handig. Goedemiddag, warm pizzabroodje. Hoe gaat het ermee? Blame mijn laatste ronde crash op het download voltooid geluidje. Ja, blame Timo maar hoor. Ik weet niet wat dat allemaal is, maar ineens bloep bloep. Excuses. Oh, het is droog, maar het heeft wel iets wat geregend. Maar de baan is moist. Dat betekent dat er wel een laagje water op de baan ligt. Het is een beetje vochtig. Dat betekent ook dat het rubber weer helemaal weg is die wij zojuist hebben aangereden aan het asfalt. Dat betekent dat je minder grip hebt. De baan is wel 9 graden, dus wel iets warmer dan in de tussenhaakjes ochtend. Veel succes iedereen! Good luck. Ik heb wel zin in een pizzabroodje. Lieverd? Als jij een pizzabroodje wil, dan neem je toch een pizzabroodje. Maar ik heb geen pizzabroodje, want die eet. Oh ja. Nou ja, dan niet. Opgelost. Dieetproof. Dieet ready. Ja, Sheep die heeft net met de Corvette gereden. Dus inderdaad, even in Rockboy glibberen en glijden doen we wat meer.
Maar Sheep die heeft met de Corvette gereden, dus die weet precies hoe dat werkt. Wel grappig dat iedereen de Porsche is. Niemand wil die Corvette. Maar ja, een Porsche 911 is gewoon goddelijk. And it's lights out and away we go! Oh my god, we zijn begonnen, boys. Pas op voor bocht heen. Lang niet. Nee. Oh my god. Dat was heel scary, die freezing. Toch nog soms een beetje freezing. Zelfs met de... ranking uit. Maar wel minder heftig of zo. Ze zijn ook een stuk korter. Maar dit leek ook alsof iedereen het had. Oh, daar ligt een klein beetje nattigheid. Ik raad je aan om daar niet doorheen te gaan. Ik zet het licht aan. Even een rockboy. Naar plaats nummer 14. Deze CHSS die rijdt heel snel. Klein beetje. Het gaat elke keer niet goed bij die bocht. Maar het gaat bij mij vooral niet goed bij die laatste bocht, omdat het die compleet anders is. Wow! We zijn een beetje erg wild at the moment. Dikke drift. Oh. Ik probeer mijn best te doen om die guy wat afstand te laten nemen, maar ze blijven heel dicht bij mij. Ze zijn snel. Ah, weer!
Wow! Ja hoor. Even Rockboy, ga mij voorbij, dankjewel. Please. Dank je. Ik crashed hem en daarom heb ik CHSS daar ook mee te pakken. Jezus. Iedereen die gaat de wijde bocht heen. Droog. Wat een auto's. Gekkigheid. Wow! Dat was crazy. Daar gaan we weer. Wat een stomme crash hadden wij. Elke keer bij die curbs, hè? Elke keer bij de curbstones. Wel veel goede racers. Dat vind ik heel leuk. Dat was niet zo fijn hoe ik me daar lock-upt. Damn, die guy voor mij is aan het driften, jongen. Daniel, jongen. Je gebruikt alle grasprietjes naast de baan zelfs. Daniel de Drifter. George zegt, hey bro, alles goed? Alles gaat oké? How are you doing? What the... This dude, man. Wat
Dit is crazy. Zij zitten naast elkaar ook. Ik heb geen idee. Dit wordt heel eng, deze eerste bocht. Toch niet zo eng. Maar CHSS22, die laat mij gewoon niet los. Die laat mij gewoon niet los. Oh! Hey Alex, liefde man. Dat was niet goed. Daniel komt er ook weer bij. Oei, 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 laatste ronde. Oh! What the fuck? Hij haakt af, die guy. Daniel zit ineens achter mij en hoe? Daniel, driftte die guy van de baan af, die CH22? Hij doet het goed hoor, die Daniel. Hij drift hem echt. Holy moly. Martje, dankjewel voor een gift sub aan warm pizza broodje. En daar is het. De race is over. Oh my god, boom. Wat een duel.
warm pizza broodje zegt, wojo, what the fuck? Dat was nogal een leuke race. Nadat wij crashten en CHS22 ook nog eens, wow, per ongeluk tegenhielden, omdat we precies op de baan stonden. Ongelukkig moment. Was het een leuke drie, leuk om even een beetje mee te klooien. Lekker race, kerels, zegt Bram. Yo, Bram. Heel veel liefde voor Martje in de chat. Well driven, iedereen. Goed gereden. Zelfs Sheep heeft het netjes gedaan. Zelfs Sheep. Op zijn eigen natte baan. Heb het overleefd. Wat goed. Oh. Iemand zei iets heel heftigs in de in-game chat. Ik hoop niet dat je dat hebt gelezen, Sheep. Zo ja. Ik hoop dat het niet op de stream te zien was. Je hebt wel iemand heel boos gemaakt. Je hebt iemand super boos gemaakt. Op het moment dat Sheep zegt ik heb het overleefd, heeft iemand in game een doodswens voor hem. Oh, dat staat nu heel groot in beeld. Return. Damn. Die is het niet eens met de praktijken van Sheep. Tweede lobby. Is weg van de personenauto's. Nu zijn ze alleen voor aliens. Nee, in de tweede lobby wil ik graag naar de open wheelers gaan. Ik bedoel, we zitten een week voor de Formule 1. Dat betekent dat het misschien wel eens leuk weer is om een snelle formuleauto te kiezen. Ik heb op het moment geen skins meer. Dus dat is wel jammer. Maar ja. Ik zal even kijken wat we dan het best kunnen doen. Ik wil heel graag vaak die Formule high-tech auto's. Er is alleen één nadeel. Is volledig DLC. Dus daar ga ik niet voor. Dus gaan wij in plaats van Formule 3 voor de Formule Inters. Die zijn nog wat trager. Dit is echt voor de rookies. Voor de rookies onder ons. Formule Inter. Voor de super rookies. En Formule Inter doen we dan op een baan. En die baan is Barcelona National. Ik ben op zoek naar een datum voor het weer boven deze baan. Barcelona, Spanje dus. Tijdens dat hij probeerde een andere gozer van de baan te rijden, reed ik per ongeluk tegen hem aan, waardoor hij zijn auto verloor. Oh. Februari? Ja hoor. 9 februari kunnen we doen. Maar mogelijk regent het dan hè, in Spanje in februari. Is het niet heel warm? Maar goed, we doen het gewoon. En to spice things up, het zijn 8 rondjes. Mocht je willen joinen, je kan joinen. Klaar met het rondestuur. Als het wel regent, dan wordt het wel heftig hoor met deze auto's. Dat wordt wel een driftfeest dan.
Nou, Martje, daar zeg je wel iets heel heftigs, hoor. Voor mensen die simrace. Daar zeg je zeker iets heftigs. I'm ready. I am ready. I was born ready for the Formule Inters. Je zou zeggen Formule Inters, dat is of Inter Milaan of het is Inter weer. Laten we hopen dat het geen Inter weer is. Waar is die goede gozer die net in Kals zat? Oh, er kwam weer wat tussen, dus ik weet het ook allemaal niet. Acht uur in de ochtend. Ik dacht dat we 9 uur in de ochtend deden. Is het weer op Barcelona? We mogen niet inladen. Is er iemand met een Pentium 4 die hier mee wil doen? Heeft er iemand een Pentium 4 processor? Het is nat op de baan. Maar het is wel droog. Ik heb een Pentium 4. Ah. Het is wel droog. Vergeet niet, de Formule Inter heeft niet zoveel aerodynamics. Dus die voelt ook nog een beetje gek. Oh, ik denk, waarom ga ik niet harder? Het is nog maar ochtend, hè? Het was dus nat in de nacht. Maar het ziet er goed uit, de lucht. Nou, dit is een beetje de shortcut bocht die je hebt als je kleinere raceklasses doet. Ja, de lucht is mooi. Zit paars in, zit oranje in. Kijk dan. Ik denk ook dat het een nachtdamp is. Het wordt gewoon een hele mooie dag verder. We moeten alleen de baan nog droog rijden. Jij hebt een Pentium 4, maar die heb je los liggen. Wel een reflectie van de zon op het circuit. Wat kan de game mooi zijn, deze sim. Er komt alleen totaal geen temperatuur in de band, dus ja, ik voel hem niet op de baan. Misschien voelt dit wat langzaam, maar je gaat alsnog met 90 km per uur door deze bocht. Nu gaan we al met 120 natuurlijk, dus hoe dan ook. Dan rij je best snel. 150, 160, 170... Weer druk op de baan, even Rockboy. Jeetje, mine. Ze geven ons even goede visuals hier.
Wallpapermateriaal. Nou, zeg dat wel. Als ik een goede cameralens had, dan had ik er zo foto geshot. Want ik ben daar echt op de baan. Had ik zo een luchtfoto gemaakt. Want dat rijmt toch op product, videografie. Dus product of lucht, dat rijmt voor mij in mijn hoofd gewoon. Hallo. Een stukje voor je lens. Dat is heel lief. Martje, dankjewel, man. Ja, ik legde het uit. Ik wou het eigenlijk niet als donatiegoal doen, maar ik kom erachter in mijn content creation spul. Dat ik eigenlijk een goede lens mis voor de camera. Ik gebruik gewoon multifunctioneel dan gewoon die camera waar je hem altijd doorheen ziet. Dat is een goede camera. Waar je goed video's mee kan maken, maar ook foto's. En ja, ik ben nu die Elgato aan het reviewen. Dus die 4KX waar je ook het beeld van ziet op dit moment. En dan wil ik wat closers van die... van het product. Alleen ik heb eigenlijk helemaal niet materiaal daarvoor. Terwijl ik daar best wel vaak in contact mee kom. Dus om het heel simpel te maken, wat meer zoom lens in plaats van een ultra-wide lens. Dat zou mij in de basics het verste brengen. Maar natuurlijk, we hebben niet zoveel extra geld. Speling lenzen zijn fucking duur. En... we hebben ons doel al lang bereikt van deze maand, waardoor ik deze maand door kan komen. Dus dan maar in de weken wanneer het normale doel is bereikt. Want dat is het belangrijkste natuurlijk. Dan maar nog een extra doel, zodat je weet waar het naartoe gaat. Heel lief en heel generous. Dankjewel voor de support. Ja, het is niet slecht, het gripniveau in de regen. Dat is erger geweest in een andere update, Sheep. Het is erger geweest, het gripniveau op lage snelheid met de Formule Inters. Het is ook wel eens een volledig driftfeestje geweest. Maar de Formule Inters zijn ook echt wel een stuk verbeterd weer in al die tijd. Dus dat is ook wel weer fijn. Developers die... vinden steeds meer de balans. En dat is meer dan fantastisch. Martje de held met het tientje. Nou ja, laat Martje nou maar even goed uitzieken in ieder geval. That's the most important. Zo, Sheep, die weet zeker wat tempo te vinden in deze auto. Dat is helemaal zijn ding. In een Braziliaanse rookie-klasse. De Formule 1. Oeh, de zon komt nu net boven de bergen daar in de verte. Het is wel leuk om te zien, want het gaat echt minuut na minuut. In real time. Wel lafjes dat nummer 9 nog steeds in de pits blijft. S-car, safety car. De baan lijkt ook steeds sneller te worden. Dat is grappig om te zien eigenlijk. Komt natuurlijk omdat je ziet ook wat meer een droge lijn nu ontstaan. Nou is je bandentemperatuur een goede indicatie of het... te droog is al, of te warm is al voor droog weerbanden. Nou, dat is het zeker nog niet. Maar we zitten nu wel op een optimaler niveau voor de natweerbanden. Dus nog even goed testen waar je ongeveer moet remmen. En dan komen we er wel. Die zon die komt steeds een stukje meer.
Hallo, waar heb jij je mic op aangesloten? Kan het niet vinden in je bio. Een Elgato WFXLR. Ik zou mijn bio binnenkort ook weer aanpassen. Ik heb deze XLR SM7B puur op een WFXLR. Ik kom nog met meerdere video's. Waarin ik mijn hele setup, zeg maar, ik kom nog met een setup tour en dergelijke. En misschien nog wat alternatieve video's hoe bij mij mijn dingen werken. Maar ik zat ook weer te twijfelen, mocht ik ooit de energie, motivatie en levensbehoefte hebben om misschien stiekem gewoon met mijn passie voor tech een nieuw kanaal op YouTube te beginnen. En dan in het Engels mijn enthousiasme overbrengen. Gewoon bij elke keer als ik weer wat nieuws heb, dat, omdat Spooky natuurlijk een wisselwasje is van dingen. Waaronder gaming. Maar dat ik gewoon één plek heb waar ik dat allemaal kan uitleggen. Dat ik daar best wel big van ben, van technologie. Maar dat weet ik allemaal niet. Maar nee, zit aan een WFXLR, wordt bestuurd met een Elgato Stream Deck Plus. Die heeft van die mooie knobbeltjes en touchscreen en zo. En dan kan je heel goed je audio aanpassen. En voor de rest softwarematig. Hele fijne auto dit. Het is voor de rookies. Zo mag de race ook zijn hoor. Ja, vind je het wel leuk? Een beetje regen. Nou ja, het zijn wat tragere autootjes hè. Dat kan het heel leuk maken en heel competitief. Of heel veel mensen die in ieder geval kunnen rijden. En dan wat snellere mensen die... Er zit alsnog een skill gap in. Kan alle kanten op zijn. Maar de kwalificatie. Zijn er weer wolken binnengekomen deze dag. En heeft de kwalificatie daarmee. Regen. Nee, het is volledig droog. Dat dachten we ook al. Zo eens kijken hoe het is op slicks. Het is natuurlijk weer heel anders. Doe maar even op Z2. Je moet gewoon in de tweede versnelling om de topsnelheid te behalen in de pits. Daar gaan we! Je hebt de auto gevoeld in de regen, maar hoe is hij voor je in het droge? Dat is de grote vraag. Ik doe bijna precies hetzelfde als die guy voor mij. Oi, oi, oi.
You're welcome. Beetje veel verkeer at the moment. Maar ik denk sowieso dat ik 2 rondjes moet doen, want na 1 rondje zijn mijn banden nog niet goed. Dus ik doe liever gewoon nog een 2e rondje en we zien wel waar we ruimte vinden, want 21 mensen doen op dit moment mee. Remjar geeft het even op nadat hij terugging in de versnelling. En als je terug gaat op een bepaald punt met die versnellingen, dan ga je zijwaarts. Daarom moet je het er bijna voor doen. Voordat je de bocht neemt. De race is nat, zegt March. Als je terug schakelt terwijl je stuurt, dan heb je een stuk meer instabiliteit. Dan kan hij in één keer uit je vandaan gaan. Soms wil je dat misschien. Maar zelfs midden in een bocht kan je hem een soort van controle. Rockboy race sneller, maar ja. Wat raar hoe die guy daar reed voor die eerste bocht, zeg. Dat was zo raar. Die RQ. Nu hadden we wat meer ruimte. En onze banden zijn goed. Nou werden we hier niet heel veel sneller van, maar dat was zo grappig even, vond ik. Nee, ik twijfel daar nog een beetje hoe ik die moet aanpakken, die bocht in de dry. Ik ga daar elke keer terug. In mijn versnelling. Kijk, deze vind ik wel chill. Even wanneer je recht kan gaan om daar dan terug even snel te gaan. Als je dan uiteindelijk zijwaarts gaat, verlies je tijd. Maar het scheelt niet veel. Toch denk ik dat lagere versnelling heel erg voordeel geeft aan deze auto. Hebben we nu dan wat ruimte? Deze bocht kan duidelijk een stukje sneller. Kijk dan hoeveel sneller die kan. YOLO, gewoon een keer in z'n vierde proberen. Doet niet veel anders.
probeerde een aantal dingen anders te doen. Ik geloof wel dat in z'n drie midden in die laatste sectorbocht, dat dat wel een verschil met zich meebrengt. Oh, wat was deze guy kut, zeg. Halve seconde weer eraf. Minder. Slechte uitacceleratie had ik. Dat was een beetje gek. Even wat anders proberen hier. Dat is beter. Een stuk beter. Gewoon niet terug in een versnelling. 3/10 eraf. Dat was heel slecht. What the fuck are we doing here? Daar verliezen we tijd mee. En invalidated. Ah! Ik wou nog doorrijden. Ik wou daar nog even doorrijden, maar Darsky die heeft nog wel de tijd om even te rijden in ieder geval. For some reason reed hij precies achter mij. Zonder dat hij achter mij reed. Hij was onzichtbaar. Was natuurlijk ook wel weer een voordeel, maar goed. Die verbeterde zich 2/10. Die Vrek 88 zit op een seconde. FN Rockbar zit op 1,4 seconden. Static 1,6, 1,9. Noro. Marlboro 2,1. Remjar 2,4. Liorgeest 2,4. Smitsi 3. Sheep 3,1. Brazooka 3,2. 3,7. 3,8. 4,4. 5,0. 4,1. 4,4. Dat klopt niet helemaal. Ja, we hebben wel pole position inderdaad, want die Darsky die heeft het verneukt in zijn laatste hot lap. Die hem op 2/10 set van mij. En Sheep zegt nee! 2,8, lekker Sheep. Je had nog een verdere verbetering, maar iemand bij de finish ging meer op de baan rijden. Ja, dat was die Darsky. Die nummer 2. Wat jammer. Wat jammer dat die nummer 2 dat dan moet doen. Trouwens, ik ben Rusty Wall. Dat had ik door. Op een mooie 5,9. Jij bent ook aan het verbeteren steeds meer, warm pizza broodje. Donkere auto. Oh, die Darsky deed ook in het midden rijden.
Ja. Dat is, dat zijn de gaps, jongens. Veel Nederlanders in de top 10. Sheep in de top 10. Ramjar in de top 10. FN Rockboy is een Japanner. En Spooky is een Nederlander. FN Rockboy is ook gewoon Nederlander, hoor. Daar gaan we dan. Darsky die zegt nog good luck. Good luck iedereen. Het is gewoon droog. Gelukkig had Martje geen gelijk. Thank you. Thank you voor het niet gelijk hebben. En licht bewolkt. 8 rondes dit keer. Succes. Oranje in de zandbak. Veel geluk iedereen. Ik hoop dat jullie een beetje met de auto's om kunnen gaan. Maar F1 Rockboy wou een natte race hebben. Plan van aanpak, overleven. Dat is het belangrijkst. If you don't finish, you don't race at all. Is wat de bekende Sander Nienkemper zei. Oh ja, Mr. Tuning zit ook nog in de stream chat voice. Ja, Timo is er ook nog. Eerste ronde doorkomen en dan zie verder wel. Ja, die eerste bocht is gevaarlijk hoor. Die eerste bocht is echt gevaarlijk. Met de Formule Inters al helemaal. Vooral als mensen nu gewend zijn dat ze hun banden hebben opgewarmd. En dan zit je met vrij minder opgewarmde banden de eerste ronde te doen. Ja, dan kan je natuurlijk nog wat minder pushen. Dus dat wordt wel heftig. Good luck iedereen! Kijk, 41 graden starten. Nou, ik denk niet snel, Martje. Dat duurt wel even. Daar gaan we. Ik breek hem toch af. Nou, dat is Darsky. Ik heb geen schade, though. Oh nee, Darsky die rijdt nog wel lekker door. Ik vond hem daar een dombo zelf, hoor. Je weet dat je daar in de defensie moet. FN Rockboy heeft hier de grootste vruchten van gegeten. Maar Darsky die zal zijn best om zo snel mogelijk weer bij ons te komen. Brazuca leaft. Heel veel mensen leaven waarschijnlijk voor het crashen. En ja, vergeet niet, het zijn er 8. Het zijn echt 8 rondjes. Dankjewel, lieverd. Oeh, er is best wel veel... Slipstream. De slipstream is weer een stuk heftiger geworden sinds de laatste update. Omdat het gewoon te weinig was. Dus slipstream is wel echt een ding. Dat kan je zo bij iemand houden. Of zelfs inhalen. Oh, Darsky is gecrashed. Probeerde Noro in te halen, maar is nu helemaal weg. De Italiaan die zo hard reed. Behield het probleem. Vruchten voor FN Rockboy.
Ja, we hebben gewoon even een Rockboy in Noro en Spooky in de top 3. Binnen een seconde en je trekt mensen nog wel echt mee. Max Trottel is er ook uit. Verdekkie. Die WEC 88 is wel flink aan het pushen bovenop Noro. We hebben ook Remjar en Sheep. En Darsky is ook weer terug in de top 10. Dus goed dat hij niet zomaar opgeeft, vind ik leuk. En Rockboy ging daar wat te wijd. En hier hebben we warm pizza broodje. Die blauwe vlaggen zou moeten krijgen. Zometeen. Oh, oh, oh. Blauwe vlaggen zijn niet meer nodig.
Vex zit nog steeds achter Noro. It's unbelievable. Nog twee rondjes te gaan. Netjes. Zelfs in public lobbies, hè, dat sommige mensen gewoon echt aan racing etiketten doen. Dus gewoon netjes aan de kant. Iets verslomen. Het was wel mijn racelijn, maar dat is dan even minder cool. Maar gewoon cool. Je kan het ook gaan verzieken, maar je ziet hoeveel volwassenen dit soort dingen dan spelen. Dat er toch nog iets van volwassenheid in zit. Net in de laatste ronde gaat de Wekker mogelijk voorbij. Ze zitten zij aan zij. Oh, Noro zit er weer voor. Maar Static zit nu voor Noro en Wek. Jeetje, man. Die heeft gewoon gevecht met drie man. Wat leuk. Dat is toch genieten. Even een snelle rondje. En finish! GG's! GG's, GG's, GG's. Bocht 1 was dus gevaarlijk, maar ik ben echt van mening dat die Dark Sky daar gewoon dan op moet letten. Ik kneep hem. En überhaupt rachtte die ook nog eens door. Hij haalde de bocht niet eens. Hij remde gewoon te lang. Wel netjes terugvochten naar P6. Zo, dat deed je netjes hoor. Even in Rockpoint. Jeetje, Static, Wek en Noro. Wat hebben die gek gefeest met elkaar. In de laatste ronde. En Sheep in de top 10! Van 20 man! Ja, 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 ja. De rookie-klasse werkt voor je, Sheep. Heel knap gedaan. Echt de hele race met z'n drieën. Echt de hele race met z'n drieën. Dat moet wel intens zijn geweest dan. Maar op het laatste verkloot. Oh, ja, 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 ja. Ik wou nu dat ik dit kon uitklappen, hè? Dat ik al mijn tijden zo kon zien. Tjik, 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 tjik. Iemand reed tegen mijn achterkant aan, mijn auto was onbestuurbaar. Ja, als je eenmaal schade hebt. Guys, what the fuck? What do you wanna do? What the fuck? What is he on about? Oh, Timo is nu ook uit de Discord gegaan, zie ik. Oké.
De laatste wat we gaan doen is wat snellere Formule 1 auto. Als voorbereiding voor de Formule 1 race. Want de volgende keer dat ik jullie zie met simracen, dan is er een Formule 1 race gebeurd. Gaan wij even genieten van Formule 1. En dat is een heel stuk sneller, ja. Dat is een heel stuk sneller. Die Formule 1, die rijden wij op Interlagos. 6 rondjes. Ik ben op zoek naar weer in Brazilië. Ja, is het niet een beetje sneller? Timo is de BMX aan het fixen. Oh. Juni 12, 2011. 12 juni 2011. Kom voor de bakker. Kom voor de bakker. Alright. Get ready for some Formula 1 chaos. Is Brazilië niet altijd warm? Heb jij de Brazilian Grand Prix gezien van Formule 1? Van vorig jaar, van 2023? Met die storm? Hoe, het leek wel nacht, jongen. Het leek wel nacht. Dat was niet normaal. Ja, de Formule 1 is een stuk trickier nu met de regen. Wel gezien, kan ik me niet herinneren. Oh man, dat was 4-5 maanden geleden. Basebox, die zegt op YouTube. Avond. Hey, hele goede avond. Ja, het heeft flink geregend in Brazilië. Meerdere keren. Het zijn echt flink legendarische regenraces. In de historie 2008. Is that Glock? Glock, Glock, Glock. November 2023 was niet normaal, Martje. Hoe donker dat werd, had ik nog nooit gezien. Dat zou ik niet zo snel vergeten. Ineens dikke Hans Zimmer bellen. Brrr, weet je wel. Oh, het regent om 8 uur 's ochtends. Ik heb een DLC nodig om te kunnen joinen. Dat is een nepbericht, want er is geen enkele DLC nodig. Oh, het regent in Brazilië. In juni. Ik kom kijken en meteen regen. Oh, het is jouw schuld, Thomas. Het is jouw schuld. Alles goed met Thomas. Heel eventjes niet gezien, zeg. Oh my goodness. Een Formule 1 auto is een stuk heftiger in de regen geworden sinds een paar updates geleden. Jamie, hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het met jou vandaag? Gaat alles goed, Jamie, op TikTok? Ik ben een Williams met jouw skin pack. Nou, dan ben ik niet zo snel in een Formule 1 auto. Jezus, nat weer rijden met een Formule 1 auto is echt een stuk moeilijker geworden. Hey, het is 8 uur 's ochtends, hè. De race is pas over 18 uur. De race is pas over 18 uur. Wasted humanity. Zeg goeie avond. En Mika, dankjewel voor de raid, man. Ja, nat weer rijden is een stuk moeilijker geworden. En met een Formule 1 auto rij je ook het liefst niet op de droge lijn, want die droge lijn is heftig. Dus je moet voelen waar het grip is.
En het grip is vaak juist niet op de racelijn. Wasted Humanity, dankjewel voor de TikTok gifts. De GG's. Je voelt ook gewoon hoe niet op de racelijn rubber je meer grip hebt. Zoals hier. Wat meer naar buiten. Als je aan de binnenkant blijft, dan heb je echt een probleem. Dan raak je hem zomaar kwijt. Maar kies je wat meer waar de rubber niet ligt. Dan crash je alsnog. Oh, je hebt over anderhalve week 2 proefloopdagen bij een ICT-hardwarebedrijf. Wat leuk. Dat is weer compleet wat anders. I appreciate the 2 GG's Wasted Humanity. Maar hey, het is 8 uur 's ochtends. Wie weet wordt het nog helemaal droog met kwalificeren. Ja, Brazilië 2023, hoe dat in de verte al te zien was en toen zo eroverheen dook, dat was echt bijzonder. Maar mijn favoriete Brazilië race blijft voor altijd, tenminste dat weet ik niet, maar blijft Brazilië 2003. Die staat zo goed in mijn geheugen gegrift, vond dat zo speciaal. Zelfs zonder batterij. Oké, die kan je wel aan de binnenkant blijven. Oei. Ik heb de hele ronde in mijn 7e versnelling gedaan. Ai, caramba. Joh, tegenwoordig Formule 1 race al niet als er één vlakje of één druppel op de grond ligt. Ik heb geen Formule 1 skins at the moment. Of nee, geen real life skins at the moment, maar dat komt binnenkort wel weer. Dan lijken ze allemaal op de echte auto's. Het is inderdaad wel wat anders, maar dat wou ik ook. Want nu heb ik als alles goed gaat, de mogelijkheid om daar certificaten te halen. Om daar verder te komen in die computerwereld. Ja, als je dat heel leuk vindt, Thomas. Leuk, man. Find some places and find some passion. Sorry dat ik zo weg ben, maar kan echt niet meer meedoen. Een privé ding, niks ernstig. Kim en ik zijn oké. Oké. Wow.
What the fuck? Ja, twee keer achter elkaar is de race op zaterdag, Martje. Hou het in je schema. De eerste twee races zijn beide op een zaterdag. Daarna is er toch volgens mij weer even pauze. Dus ja, dat is gek. Oh, zondag sowieso gewoon tijd voor marbles. Dat zijn maar een aantal races die in de avond worden gehouden. In de zin van in de avond uitgezonden worden in Nederland. Maar nu al helemaal zondag tijd voor marbles. Ja, twee keer op een zaterdag is eventjes grappig. De tweede zaterdag, dus de tweede keer dat het op een zaterdag is, is vanwege de Ramadan op die zondag. En de zaterdag van Bahrein is om het feit dat volgens de regels er een volledige week tussen moet zitten tussen de ene Grand Prix en de andere Grand Prix. Dus de eerste zaterdag race in Bahrein, de reden daarvoor is om er een week tussen te laten zitten tussen de volgende race. Want Saudi-Arabië is meteen weer een week later en die moest naar zaterdag. Maar als Bahrein gewoon op zondag blijft, dan is dat tegen de regels. Want dan zit er niet een week tussen. Dus moet ook deze eerste race naar zaterdag. Gewoon just because. Ja, ik vind het ook heel jammer, Timo. Nou, wat er ook aan de hand is. Hoop dat het oké is. Heel erg jammer. Ah! Hoi, ben ik weer. Hallo, I'm not scared, you are. Wat leuk dat je weer even langskomt. Kijk even 1 seconde naar jouw stream. Ja, meteen dikke boom. Dikke beam. Sheep, die heeft echt gewoon zijn voorkant ingedeukt. Maar echt, die auto is gewoon 15 centimeter kleiner. Oh, Noro ook. De auto van Noro is ook gewoon een compacter... frontwing design. De neus wat compacter. Kijk, via de zijkant dan zie je gewoon dat je gewoon een heel stuk mist. Ja, de derde race is vroeg in Australië. Maar vroeger was altijd dat de eerste race. Dus de eerste race was ik gewend dat dat vroeg was. Of laat voor sommige mensen. Zoals mij altijd was dat dan heel laat. Ja, klopt. Maar over het internet... Hoe zeg je dat? Al jouw crashes zitten nog in de visuals van mij. Dus hij reset hem niet voor mij. Dus ik zie... Als jij bijvoorbeeld hem helemaal naar de Filistijnen rijdt... en daarna vanuit de garage weer met een nieuwe auto weer doorrijdt... dan zie ik nog je extreem kapotte versie. Kijk, zo hoort de voorvleugel te zijn. Zie je hoeveel verder die je rijdt? Zoveel verder. Maar Noro die rijdt gewoon met een compacte variant. Recht naar beneden. Als het regent ga ik mijn auto mooi maken. Als het regent. Die van ander is nog perfect. Kwalificatie is dus rond het middaguur. Een paar uur later. Zo'n 4 uur later. En dan ziet Brazilië er zo uit.
please geen regen, dan moet Thomas weer keihard lachen. Het is nog moist. Het is bijna droog! Droog in de lucht! Nog een beetje nat. Maar het is droog. We mogen gewoon op de rode band. We mogen op de rode sos. Het is een wonder. Kwalificeren. Lucky bastard. Hoezo lucky? Ben al lucky met Robin. Die heeft de datum gekozen, maar de datum is niet per se lucky. Oh ja, er zit ook DRS op deze auto natuurlijk. Helemaal vergeten. Ik wist niet eens meer wat DRS in hield, joh. Nee, niet die donkere dag hadden we moeten nemen. Dan komt ineens die megastortbui op. Fuck! Waarom zit je met je kont op mijn kont? Het ging zo lekker. Dat damage board blijft er nu ook staan. Jullie zien mij beschadigd, maar... Snel weer uit de pits. Ik had veel vertrouwen in de auto. Mag ik ook op jouw kont, hè? Huh? Iemand zat met zijn kont op mij. Daar gaan we. Ik verwachtte twee keer dat ze aan de kant gingen. Bij Remjar al helemaal, omdat die heel traag was. Maar niet 5 seconden traag, echt gewoon rustig reed. Want ik zag hem al aan het einde van het rechte stuk. En ja, maakte zo'n 10 seconden goed in 2 bocht. Kunnen we nog wel een rondje rijden zo? Oh, zijn scherm werd zwart.
blind rijden. Ik weet niet waarom ik dit doe. Zo slecht van mij. In ieder geval een soort van tijd. Ik heb geen idee wat mijn DRS doet. Ik heb het goed op mijn DRS geglitst. Is dat kleurtje. Maar we hebben in ieder geval een tijd neergezet. En daar ben ik in ieder geval blij mee. Oei, 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 oei. Terwijl we iemand aan het inhalen waren en al. Nu hebben we geen batterij meer. Even nieuwe banden gehaald. Oh, ik heb er al 20 gehad. 20 nieuwe banden gehaald. Oeh. Snelste tijd. Oh ja, ik zie het. We hebben zelfs de snelste tijd. Terwijl dat echt geen goed rondje was. Maar dat was wel heel droog. Ach, YOLO. Nee, weet je wat? Ik ga nog een ronde rijden. Dat bedoel ik dus met volwassen mensen vergeleken kinderen. Die El Poti. Die mij er daar afrijdt. Deze guy. Ridiculous. Jezus, ronde zetten hard mode. Nou zeg het wel, Tex, zeg het wel. Laat maar dan. We hebben letterlijk geen rondes neergezet. F1-23? Nee, dit is niet F1-23. Dit is een wat meer sim-racing game. Ah! Ik heb geen enkel goed rondje gereden. Nou ja. We doen het ermee. Pof, je doet een quality in een volle open lobby. Dat is wel echt POV die ik heel erg herken at the moment. Maar niet altijd. Heel veel volle lobby's zijn eigenlijk best chill. In ieder geval vandaag. Maar dit? Nee, dit was niet chill. King die zegt dan hou je mond en ga een goed rondje rennen. Rijden, rennen, doe beide. De tijd is op, King. We werden elke keer intercepted en iemand die ging dus keihard, maar dan ook keihard dwars door ons heen. Lijkt wel alsof ik dronken ben, zegt Noro. Ben je ook. Insanity Max, dankjewel voor de tier 1 sub, man. I appreciate you.
Zelfs ook al ben je hier niet, zeg maar. Dat je toch je sub volhoudt van tier 3 naar tier 1. I appreciate the support. We hebben het hard nodig. En ja. Dat wordt altijd gewaardeerd. En een klein beetje helpt voor mij om dit te kunnen blijven doen. Anders zijn we op een gegeven moment helemaal weg. En mogelijk zijn we er ook wel weg. Je weet maar nooit. En Texmechanica, dankjewel voor je Prime. Liefde in de chat. Geen goed rondje alsnog eerste. Ja, maar de rest die reed ook geen goed rondje. Maar wij reden wel echt een slecht rondje. Joh, ik moest ook helemaal Bos B inhalen. In mijn snelle rondje. Dat is het enige rondje dat ik heb gedaan. Alsof ik die race ga uitrijden. Kinderen die steeds rare dingen doen. Ja, en dan heb je dus iemand die waarschijnlijk iedereen omver gaat rijden. Want deze El Poti, die nu één positie penalty hebt, die ging dus vol gas tegen mij aan terwijl ik in bocht 1 afremde. Dus er bestaat een kans dat hij iemand is die een simracing game doet, maar die basically de Formule 1 game speelt in open lobby's. In zijn vrije tijd. En dat hij dus iets te kinderachtig is. En dat hij waarschijnlijk gaat kloten als het hem allemaal niet lukt door mensen van de baan af te rammen. Ah, leuk in Santi Max. Kan je tegenwoordig weer racen, ja? Want ik weet nog dat je lang niet meer had geraced. Dat was het laatste wat ik toen van je hoorde. Of dat je simracing setup ook niet opgezet was. Of dat je volgens mij nog iets niet hebt. Dat is wat ik me kan herinneren. Vandaag de eerste dag. Het is nog steeds mooist. Maar het is wel clear. En ik was vergeten dat in Brazilië de zon veel eerder opgaat. Nou, veel succes iedereen. Veel succes. Ik hoop niet dat El Poti het verneukt. Maar ik ben bang dat hij het wel gaat verneuken. Dat hij echt mensen van de baan af gaat yeeten. Laten we hopen dat zijn auto snel kapot is. Final race van vandaag. Dankjewel voor het fixen van de 1k likes op TikTok, King. Gas erop en gaan. Oké, Thomas, ik zal het proberen. In de eerste bocht ramt hij iemand eraf. Die kan ik niet zien. Er is niemand met de naam iemand. Alright, Bos B is waar we op gaan wachten. En dan gaan we rijden. Eerste bocht overleefd en daarna was ik slachtoffer van twee guys die elkaar afbeukten. Oh, dat is al helemaal sad. Dat je dan een soort collateral damage bent, zeg maar, in zo'n race. Dat is al helemaal sad. Gelukkig geen regen, terwijl het wel buiten op dit moment regent. Wauw! Nu probeer je de 2K te halen. Oeh, denk niet dat het meer gaat lukken. Dat zou je heel snel moeten doen. Ah, je kon net niet op tijd reageren. Wanneer die twee gekke dingen voor je neus doen. Dat is jammer. Hier gaan we! Ik mocht veel later. Ik mocht veel later, zag je dat? Iedereen reageerde goed, maar ik was gedesinkt. Ah! Mijn lichten waren gedesinkt. Achter mij is er niemand. Maar ja, de dirty air van Noro, dat versloot mij wel.
Nou, wat? Ah, schade door Noro. Zit ik ook nog eens met schade. Ja, nu moeten wij het met schade doen. Dat wordt allemaal niks. Ik ga wel doorrijden. Oh! Toch de 2K. F2P respects. Ik weet niet wat Noro doet, maar je hoeft hem mij niet... niet voor mij te wachten in ieder geval, hoor. Want ik crashte uit mezelf. Alleen de schade kwam daarna. Oh, hij heeft zelf extreme schade. Hij kan zelf minder goed doorrijden. Anders dan wat was hij nu wel doorgegast. Toch de 2K gehaald. Hey King, je bent de koning. Heel irritant, want ik voel de force feedback daardoor niet meer van mijn auto. Plus ik heb de hele tijd van die microtrillingen. Dus de schade doet best wel veel. Franklin is ook hard aan het lijken. Dikke blauwe vlaggen is. Ik ga mijn geluid ook nog helemaal kut doen. Ik mis wel duidelijk snelheid gewoon puur door de schade, hè. Ik heb geluk dat ik deze guy voor me heb.
FW Rockboy gaat nu over de start-finish. En wij pakken de tweede plaats. Met een verschrikkelijk autogevoel. Ik vind, als je schade hebt in deze game, jongen, echt waar. De hele tijd... En de hele tijd stuurt hij zo tegen. Ugh. Maar je topsnelheid is ook een stuk lager instantly. En mijn vering dus rechtsachter, die ligt eigenlijk voor de helft. Maar we hebben toch nog iets weten te recoveren, omdat wij natuurlijk heel veel overspeed hadden. We waren volgens mij best wel heel snel. En de start begon al kut. Gewoon puur om het feit dat ik twee mensen aan me voorbij moet laten gaan, omdat mijn startsignaal later uitging. Mijn freaking lichten, die gingen later uit dan alle mensen achter mij. Oh, geniaal. Ja, leuk. Leuk. Nee, je raakte mij niet. Alleen de tweede keer. Toen ik al gespind was, raakte jij mij wel. Toen had ik schade. Alrighty, guys. Dat was hem. Je was even snel als ik met die schade. Klopt, ik zag het. We hebben ongeveer dezelfde tijd. Dus dat was wel equal playing field als wij samen zouden rijden. Aangezien ik in quali blijkbaar op 1,2 seconden stond. Zorgde die schade voor equal playing field. En wisten we toch nog wat te bereiken. Damn, jullie zijn de king op TikTok. Want we hebben ineens 5000 likes in een kwartier. Oh, in 5 minuten. Ja, ik weet niet wat er gebeurde qua waarom mijn achterkant zo machtig ging. Zo machtig snel ging, maar... Alright, ladies and gentlemen people, dat was hem voor vandaag. Ja, liefde naar TikTok krijgen jullie in de Twitch-chat. Maar de Twitch-chat zie je nu hier ook hier beneden op dit scherm. Dus TikTok ziet dat ook, de Twitch-chat. Dus je kan communiceren. Want ja, de Twitch-chat is de main livestream. En ook Franklin. Franklin en King. Jullie zijn Frank King. Love voor alle supporters op elk platform. You hear it. You heard it. You hear it. Ah, oh, heel veel liefde terug naar jou. Hey, dat was, waren leuke races. I enjoyed de races. Ik hoop dat jullie daar ook van hebben genoten. Dankjewel voor de social chat. Voor de mensen die in de chat waren. Dankjewel voor de gezellige tijd. En ik hoop jullie morgen weer te zien bij de Grand Prix of Marbles Championship. En anders weer een andere keer. Heel veel liefde aan iedereen. En heel veel kindness aan iedereen. Ja. Enjoy yourselves. Nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Love naar jullie al. En vroom vroom. Oh my god. De koning wordt opgegeten. We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van... Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij klom heel hard. Oh shit, ze komen.
De hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get out! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het doorziet. What the hell? Daar gebeurt er niet aan mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat doe ik? Wat ben ik? Ah! Wat? Huh? Wat ben ik? Oké! Nice! Ja, Rijmaal! Het is een snelle schade! Oh. Oh shit! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen. Oh! Kom maar, folks, hé! Nee! Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.